Ik denk dat ik ben begonnen met dammen toen ik ongeveer 8 of 9 jaar oud was. En ik ben redelijk recent afgelopen jaar wereldkampioen geworden met teams. Ik ben Heike. Ik werk als Head of Due Diligence bij BNP Paribas in Nederland. Mijn team is ongeveer 30 mensen. Dus we proberen witwassen te voorkomen van het financieren van terrorisme. Maar ook dat de bank niet betrokken is bij bijvoorbeeld corruptie. You think you're gonna win? Most likely, yes. Ik heb culturele antropologie gestudeerd. Mm-hmm. En vanuit die hoek me gericht op criminaliteit. Gangs, drugscriminaliteit, groene criminaliteit, sustainable criminaliteit. Oh. Ja. Ik denk vaker werk tegenwoordig, maar vroeger voornamelijk dammen. Ik denk dat het belangrijkste stukje is echt wel het anticiperen. Okay. We krijgen informatie van klanten zelf, intern veel data, openbare bronnen kunnen vinden. Combineren we al die bronnen om uiteindelijk een verhaal te hebben of een klant wel of niet past. We willen er gewoon voor zorgen dat een storm niet door de bank heen gaat of via de bank richting de maatschappij. Next move I do, I'm gonna lose, right? Yeah.